Oh, mijn god. Nee, zo kan je echt niet zijn. Zo kan je echt niet zijn. Hey, kijkers van mijn kanaal. Welkom weer terug bij een nieuwe Sims 4 aflevering. Welkom terug in de Sims, inderdaad. Ik hoop dat jullie er vandaag weer hartstikke veel zin in hebben. Want ik, ik heb er vandaag geen zin in, namelijk. Dus, uh, ja. Dit was de video en bedankt voor het kijken... Oké, okay, grapje. <laughs> Oké, okay, jongens en meiden, hallo. Ik heb er natuurlijk wel zin in vandaag, anders zou ik dit niet doen. Maar wij zijn hier in de slaapkamer bij Nelan en Monika. Eigenlijk ligt alleen Monika hier zo te slapen in de bedje natuurlijk. En eigenlijk klopt deze deken nog steeds niet. Dat is wel echt iets wat jammer is van de Sims. Dat als je, zeg maar, zo'n bed hebt... En dit is trouwens echt een bed met vier bedden door elkaar. Want kijk, er staat hier een bed, er staat daar een bed. En ja, het klopt gewoon niet helemaal. Maar dat overtrekding... Daar komt gewoon de deken doorheen. Dus dat is echt heel erg jammer. Maar ja, dat wisten we natuurlijk al een tijdje. Om eigenlijk maar met het slechte nieuws beginnen, te beginnen van deze aflevering. Is het zo dat nog steeds onze lieve schattige Beertje zoek is? En dat vind ik echt heel jammer. Dus ik weet echt no nog steeds niet wat ik nou moet doen. En het is gewoon heel jammer. Want ja, ik heb al een opsporingsbericht uh, hier verstuurd. Er is wel een waarschuwing voor Beertje. Maar hij komt nog steeds niet terug. Dus het kan zijn dat we hem echt gewoon voor altijd kwijt zijn. En dan hebben we gewoon sushi eigenlijk. De vorige keer ook helemaal voor niks weggedaan. En oh, oh, ik dacht dat ik hem hier zag staan, maar dit is een andere hond. Oké, okay, nou ja, dit is natuurlijk allemaal heel erg jammer. Maar, jongens en meiden, even kijken. Ik wil namelijk, de vorige aflevering wilde ik een kind maken. Maar nu is het dus zo dat dat blijkbaar niet kan, want het, het lukte niet. En wow, waar ga jij heen? Ik drop je ineens keihard door het huis in rennen. Maar het zou gewoon wel moeten kunnen, want we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensen. Oftewel, als je een kind gaat maken, komt er achtste erbij. Dus het zou, een, het zou gewoon moeten lukken. Alleen ik weet niet waarom. En de binding van Hayar met de fysieke wereld wordt elke dag zwakker om te voorkomen dat ze volledig in het vergeten uiteraard raakt moeten vrienden om familie haar rustplaats bezoeken om haar binding met de fysieke wereld te Oké, okay, maar we kennen Hayar toch niet, dus dat maakt niet uit. Okay. Huh, maar staat hier ergens een grafsteen dan of is dat gewoon een melding die... Dat is misschien wel zo dat als je niet vaak genoeg naar het kerkhof gaat ook, dat straks Gio en zo niet meer rondzwerven en dat die ook gewoon voor altijd verdwijnen. En dat je die waarschijnlijk nooit meer ziet. Maar, jongens en meiden. Deze aflevering... Ja, ik heb uh, wat ideetjes om te gaan doen. En ik wil eigenlijk ook nog wat gaan veranderen aan het huis. Omdat ik een soort van. Uh, ik heb iets gezien op het internet. En dat wilde ik eigenlijk een beetje gaan nabouwen. Maar dat is dus in de kelder. En dan moet je niet hier zo natuurlijk. Oh! Oh, wacht even. Beertje is teruggekeerd. Oh, mijn god. Beertje, laat merken dat je blij bent. Ja, natuurlijk ben ik blij. Beertje. Beertje, terug verwelkomen. Ja. Nee, ga stoppen. Oh, mijn god, het huis is weer terug. Oh, 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 sorry. Ik word ineens helemaal onderbroken in mijn verhaal. Maar Beertje is gelukkig weer terug, dus. Hé, hey, Bart, ga eens naar hem toe. Stop eens met. Stop eens met voetballen. Of weet ik veel wat je aan het doen bent. Beertje. Samen op avontuur gaan. Terug verwelkomen. Ja, kom op, dat moeten we doen. Wow, ik hoor rare geluiden. Oh, dat is, dat is de kattenbar. Ik dacht, wat is dit dan weer? Terug verwelkomen. Oh, Beertje is helemaal zielig. Ajo. Ah, wat een schatje. Ai, oké. Okay. Jij gaat hem al terug verwelkomen. Gelukkig. Ik ben hartstikke blij. Nou, dan hebben we dat in ieder geval gehad. Maar wat ik dus wilde maken is hier zo... Oh, Jack verdwijnt ook zo te zien. Ja, alle geesten gaan straks ineens weg. Uh, maar ik wil dus een extra slaapkamer erin maken. En ik ga het straks allemaal laten zien hoe ik dat ga doen. Maar eerst... Ja. Ja, je bent weer terug, lieve schat. We gaan je gelijk maar eventjes in bad doen, hè. Want dat is wel even nodig. En daarna gaan we jou aaien. We gaan jou eventjes lekker... Oh, in bad doen heb ik al gedaan. We gaan jou prijzen. Nou, eigenlijk moeten we hem niet prijzen, want hij is weggelopen. Dus eigenlijk moeten we zeggen, wat hond, waarom ben je nou weggelopen? Maar, voordat ik dat allemaal ga doen, hebben wij natuurlijk ook aan het eind van de vorige aflevering hier zo een bioscoop gebouwd. En de bioscoop is nog lang niet af. Want, in de bioscoop moeten natuurlijk nog lampjes komen te hangen. Wel een beetje duistere lampjes, want uh, ja, in de bioscoop is eigenlijk altijd het licht uit. Maar anders is die wel heel donker. Dus ik zat te denken aan eigenlijk deze... Oeh, die zijn wel misschien net iets te donker. Oh, dit is ook wel sfeervol. Kijk, kaarsen gewoon zoals dit. Uh, hier of nou misschien moeten we ze dan niet bij het scherm doen. Even kijken hier een en uh, ja, even dit omhoog. Hier een. En dan deze moet weg, want dan is het scherm gewoon nog zeg maar goed uh, zichtbaar, want daar moet het donker zijn. Maar in een bioscoop heb je natuurlijk ook een rode muur. Dus tada, dat wordt de rode muur. En dan op de vloer moeten we eigenlijk een zwarte vloer hebben, zoals dit. En kijk, Hé. Hey. Even serieus, dit ziet er al heel erg uit als een bioscoop, toch? Dit ziet er al heel erg uit als een bioscoop. En wat heb je dan natuurlijk nog meer nodig? En dat is eigenlijk een popcornmachine. En laten we nou net een popcornpoffer hebben. Dus dat is hartstikke mooi. Maar waar ik die ga neerzetten is denk ik hier zo. Want eigenlijk als je altijd naar de bioscoop gaat, als je bijvoorbeeld naar de paté gaat of weet ik veel waar. Dan heb je altijd een soort van dingetje waar je dan uh, flesjes en alles kan kopen. En uh, M&M's en weet ik veel wat. En uh, dat kan je dus ook gewoon hier zo. Dus we zetten hier... Dit neer. Even kijken. Uh, en zo en zo. Dan hebben we een koelkast nodig. Kijk, daar kan je dan zeg maar de frisdrank uithalen. Een popcorn poffer natuurlijk. Die moeten we er dan bij zetten. En dan zetten we er niet één van neer. Dan moeten we er dan even wel een paar van neerzetten. Dus hier één. En dan hier zo een, een dingblad. Ja joh, hè? Hartstikke top. Oké, okay, dan is de keuken nog wel natuurlijk een beetje koud. Dan laten we dit wel even helemaal in stijl. Gewoon zo als in de bioscoop. Uh, dit ook. Zwart, zwart, zwart. Uh, maar hier moeten dan wel gewoon natuurlijk normale lampen komen te hangen. Uh, oh, dit zijn ook wel goede lampen voor in de bios. Of oh, misschien kan ik die hier nog hangen. Kijk, zo daarnaast. Ja, dit ziet er beter uit. Ja, dat ziet er veel beter uit. Oké, okay, nou. Dat is dat. Uh, Aan de muur is eigenlijk natuurlijk altijd wel een beetje feestelijk. Dus ik weet niet... Uh, ja, je hebt altijd grote posters en grote filmdingen die je natuurlijk bij de bioscoop hebt hangen. Altijd van... Uh, ja, ik heb zelf ook in de bioscoop gehangen met Misfit. Superleuk natuurlijk. Uh, laten we zeggen, dit is een film over honden en katten. Kijk, die komt te binnenkort te draaien in de bioscoop. Oh, dit zijn allemaal hele grote dingen zo te zien. Uh, oh, nog meer. Oké, okay, ja, dit is een, een, een film over vissen. Binnenkort ook... Te zien in de bioscoop. Hartstikke spannend allemaal. Vooral deze vissenfilm, natuurlijk. Dus die hangen we daarop. En dan. Ja, dit zijn gewoon nog wat extra reclame dingetjes. Wat dan nog meer? Ik heb nog een lamp nodig. Een lamp. Even kijken. Een felle lamp is. Oeh, oh, die moet aan de muur. Ah, dit. Wacht eventjes. Kijk, dit past natuurlijk ook wel echt erbij. Als we dit nou. Oeh. Die wil ik eigenlijk aan de muur hangen. Deze moet dan weg. En zo van, daar is de bioscoop. Kijk, dus dan moet je daar naartoe. En ja, wat heb je dan nog meer? Dit misschien? Even kijken. Gewoon hier een lamp aan de muur. En hier een lamp aan de muur. Zo. En dan is het af. Is de bios nu een beetje af of niet? Kijk of we nog een klein dingetje kunnen neerzetten voor decoratie hier zo op. Uh, op het aanrecht, oh we hoeven geen paspoppen in ieder geval te hebben, dat is allemaal niet echt nodig Een gourmet kraampje hoeven we ook niet te hebben En kijk, tralies, dat heb je ook De ondoordringbare tralies in de muur Ja, oké, okay, nou hartstikke raar allemaal uh, Wat kunnen we nog meer dan neerzetten? Een vogelvoeder, nee dat hebben we ook allemaal niet nodig Een prullenbak Juist, dan is dit, die moet dan weg en dan kunnen ze hier zo de bios in Nou, hoe gaaf is dit? Ik wil wel eventjes zien hoe het eruit ziet. Ik ben hartstikke benieuwd. Dus, als jij de kelder ingaat bij onze grote mansion, dan... Oh, wacht, we, we missen een deur. Het is misschien wel handig om een deur neer te zetten, zodat ze überhaupt gewoon echt de biels in kunnen. Dus ik pak deze deur. Dan even kijken. Oh, ik kan ook gewoon een boog neerzetten natuurlijk. Kijk, je kan gewoon hier doorlopen dan naar de biels. Zo. Dus dat is dat. We hebben gewoon nog een hele ondergrondse wereld. Dat is eigenlijk bij ons huis. Want we hebben hier dan, nou, dit is gewoon eigenlijk de en Dan denk je, nou, verder is hier niks. Maar dan ga je door deze deur. Of nou, door deze uh, poort. En dan zie je dit ineens. En dan denk je, Huh, wat komt hier allemaal? Waarom staat hier zoveel? Waarom is hier popcorn? Waarom is hier een, 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 hoe heet het? Een koelkast. En dan kom je hierdoor. En dan zit je ineens, hoppakee, in je eigen thuis- en privé-bioscoop. Nou, hoe luxe wil je het nog hebben? Ik weet niet of ze er echt gebruik van gaan maken. Want we hebben natuurlijk nu eigenlijk maar drie mensen in ons, uh, uh, in ons huis. Maar ja, de huisdieren die gaan er vast niet zitten kijken, natuurlijk. Dus dat is wel een beetje de vraag. Maar dan heb je dit gewoon ondergronds. En dan heb je dit gewoon helemaal bovengronds. Nog. Dus dit is echt een. De villa is zo so huge. Dit is niet normaal. Oké, okay, maar Beertje, hoe gaat het met jou? Oh, Beertje zit hier lekker in bad. Gelukkig, ik ben echt blij dat hij terug is. Want dat was wel echt eventjes de vraag of hij natuurlijk nou terug zou komen. Maar gelukkig is hij er, dus dat is wel allemaal heel erg fijn. Hé, hey, Beertje, Word je lekker gewassen, jongen? Word je lekker gewassen dan? Ja, toch. Oké, okay, gelukkig. De geest van Penny kwijnt weg. Kijk, we krijgen nu gewoon allemaal... Oh, Penny is dood gewoon. Wow, maar ik weet niet eens waar Penny is. Ik heb geen idee waar ze... Staat haar grafsteen misschien ergens gewoon op de kerkhof? Hier, Elsa. Alle geesten die verdwijnen nu gewoon bijna allemaal. Oké, okay, ik heb echt al vijf meldingen gekregen deze aflevering over de geesten die weggaan. Maar, Dropje is echt een enorm drukke kat, die zie ik alleen maar rennen en stoeien en weet ik veel allemaal doen door het huis. Dropje, doe eens eventjes rustig. Doe eens heel even rustig. Toen spreek ik over het eten van mensen eten en toen spreek ik over het aardig springen. we willen dat je even je gedraagt. Maar, jullie weten natuurlijk dat ik de laatste tijd best wel heel erg bezig ben ook met de buurt, over dat ik dingen wil neerzetten en dat ik dingen wil... Uh, uitbreiden, zoals natuurlijk de dikke villas van... Uh, even kijken, ik weet niet of ik die kan zien vanaf hier. De meidenvilla en de jongensvilla. Nee, die kan je niet zien vanaf hier. Uh, toch? Nee, nee, nee. Ik zie je nergens staan. We hebben alleen onze eigen helse villa hier. Maar, wat ik dus nu... What the fuck? Oh, ik dacht eventjes dat Monika daar was. Ik, ik drukte op Monika en ze stond als ze van de cliff afviel. Oké, okay, ik weet niet waarom, maar... Ik wil eventjes opslaan en naar wereldbeheren gaan, want ik heb dus nog een idee om iets neer te zetten. En dat lijkt mij dus heel erg leuk om te doen, als het kan. Want ik heb dus ook weer net wat dingetjes gedownload. Ja, alweer natuurlijk, want ik weet dat jullie dat leuk vinden als ik dingen download. Zoals, weet ik veel, uh, de vorige keer al die meubels natuurlijk. Die, dat Louis Vuitton bed. Uh, die, nou, weet ik veel, Gucci dingen. Dat heb ik volgens mij nog nooit gedaan, maar dat maakt niet uit. Ik ga heel eventjes naar Willow Creek. Eh, uh, ik had nou trouwens, ja kijk, we hebben hier dat helse kasteel, ziet er eigenlijk echt niet uit. Oh mijn god, het is echt heel groot en hoog. Het, la, het is letterlijk een flatgebouw dit, hè? Hoe dan? Terwijl je maar op deze hoogte kan bouwen eigenlijk. D dit is bijna het hoogst wat je kan bouwen, of, of dit. Iets van vier verdiepingen hoog of zo. Ik zie hier trouwens al mijn eigen zelfgebouwde huizen. Deze heb ik zelf gebouwd, volgens mij natuurlijk. Ja, deze sowieso. En die heb ik zelf gebouwd. Ooit ja, dat was dat hele kinderparadijs en shit. En oh ja, oké. Okay. Het ziet er echt vet uit. Ik wil eigenlijk een beetje van al die kleine huisjes gewoon af. Zodat het echt een mooie buurt is. Maar genoeg geluld. Want wat ik dus wil gaan neerzetten is een voetbalstadion. Ja, ja. En dan denk je, huh, een voetbalstadion kan dat dan. Als het goed is, is er een voetbalstadion. Is het er? Ja of nee? Ik heb het namelijk gezien. Kijk, ja, het is er. Dit is een voetbalstadion. Hoe ziek is, het, is dit? En je hebt dan natuurlijk nog dit. Dit is ook een voetbalstadion, maar dat is iets kleiner. En dan heb je ook nog dit hier zo. Dit is ook een voetbalstadion. Het zijn trappen, maar het lijken tribunes natuurlijk. Maar ja, ik vind het er heel gaaf uitzien. Ik vind het er echt heel dik uitzien als ik. Maar, wat is dan het mooist? Is dit dan het mooist? Even kijken, want je hebt natuurlijk hier gelijk een hele fitness aan. Ik kan ze eigenlijk allebei wel downloaden. Dus ik ga deze even opstaan in de bibliotheek. Um, en oh. Deze ziet er dik uit. Deze ziet er heel dik uit. 50 bij 40 moet die alleen zijn. Oké. Okay. Kan dit. Plaatsen. 50 bij 40 kavel. Waar hebben we dat? Dat hebben we alleen hier. Oké, okay. hebben we in Windenburg daar plek voor? Dat we bijvoorbeeld dat grote land. Kijk, dit de Malta villa die ik toen zelf heb gebouwd. Daar hoeft die helemaal. Oh, dat is 64 bij 64. Dat is dan weer een beetje zonde. Ik ga hem gewoon hier plaatsen. Deze is ook 64 bij 64, maar dan kunnen we er misschien nog een fitness of iets bij bouwen. Dus een voetbalstadion. Op het eiland. Dus dan moeten ze eigenlijk. Super onhandig, nee. Want dan moet iedereen met de boot naar dat eiland toe. Om dus bij de voetbalwedstrijd te komen. Heel dom eigenlijk. Maar ja, dat maakt niet uit. Oké. Okay, het staat er. Jongens en meiden, het ziet er nu heel klein uit. Maar dat kan dus ook natuurlijk heel handig zijn, eigenlijk. Want dan zou je dus in principe nog parkeerplaatsen erbij kunnen bouwen. Hé, hey, slim over nagedacht, want nu hebben we er eigenlijk daar nog ruimte voor. Zo, we zijn erbij. Het ziet er echt heel apart uit als je het zo ziet. Het is ook met. Kijk, het is met lantaarnpalen gedaan volgens mij. Wat is dit? Ja, een moderne verschijning, inderdaad. Oké, okay, ik ga het eventjes daglicht maken, want dat ziet er wat leuker uit. Maar wij zouden er dus nog eigenlijk een heel parkeer gebeuren bij kunnen maken. Als we dat zouden willen, natuurlijk. Hoeft niet per se. Of, of je zet er een, een watertje neer. Weet ik veel wat je nog allemaal erbij kan doen. Uh, maar je zou dus inderdaad dit hier. Kijk. Zo. Hier een heel parkeerdek van kunnen maken. Er staat er ook heel random. Zo van. Hier kan je de post inleveren <laughs> voor het voetbalstadion. Maar waar zijn de ingangen dan? Waar kan je überhaupt die naar binnen? Is er, wel een... Is er wel een deur waar je naar binnen kan? Ik zie nergens een deur namelijk. Nee. Ik zie nergens een deur. Oké. Okay, ik heb daar eventjes een poort neergezet. Zodat de mensen er wel tenminste fatsoenlijk in kunnen. Maar, oké. Okay. Het voetbalstadion. Inderdaad. Zo. Oké, okay, jongens en meiden. Ik heb het nu een stukje eventjes aangepast. Ik ben eventjes iets meer doorgespoeld. Tenminste, tenminste, ik heb gewoon eigenlijk geknipt. Voor jullie was dit één seconde. Voor mij was het iets van vijf uh, minuten werk of zo. Maar, ik heb dus hier, zoals je kan zien, eventjes een parkeerplaats gemaakt. Uh, met wat auto's erbij natuurlijk. Dat hoort gewoon. Uh, zodat het er iets verzorgder uitziet en dat deze kavel niet te leeg is. Maar. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het er natuurlijk uitziet. Want het is nu volgens mij een huis. Dus we moeten er eigenlijk uh, wat moeten we ervan maken? Een lounge, een museum, een nachtclubje. Dat kunnen we er ook nog van maken. Een park. En daar heb je wat nog meer voor nodig. Een bank en schaaktafels en een tuintafel. Oké, okay, een bank. Ja, we hebben een hele tribune, maar nee, we hebben geen bank, natuurlijk. Maar oké, okay, het is af. Het is af nu. Het is af. Ik ga terug naar mijn familie weer. En ik wil eigenlijk natuurlijk wel een bezoekje hier aan brengen, want het is nu dus een park. Dus ik hoop ook dat er mensen gewoon straks rond komen te lopen. Kijk, er zal geen voetbalwedstrijd gespeeld worden, maar ja, dat hoeft natuurlijk ook niet. Ik vind het in ieder geval wel weer dat het een beetje zo de buurt afmaakt. En dat we dus inderdaad ook weer wat dingen erbij hebben, zoals... Nou ja, nu hebben we hier, kijk, een voetbalstadion. Nou, de voetbalstadium, heel de buurt is gewoon voorzien van vermaak en iedereen kan daar naartoe. En, en dat is gewoon wel leuk. En hier zo in de buurt hebben we bijvoorbeeld dus deze dikke villa en deze dikke villa van die mannen natuurlijk. Hier, Hotboy heet het. Dus, zo komt de buurt steeds voller met gewoon dingen waar de mensen naartoe kunnen. Alleen, eigenlijk wil ik dat kasteel... Ik denk dat jullie dat ook wel willen. Dat, eh... Uh, kasteel, Sorry, ik weet niet hoe het heet. Dat ik dat natuurlijk weghaal. Want... Ja, het is echt veel te groot eigenlijk en het, geen enkele buurt op de hele wereld heeft het behalve Disney. Of, of we kunnen het beschouwen als Disneypark, maar je kan er gewoon niks doen. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar we zijn weer terug. We zijn weer terug bij onze familie, dus dat is hartstikke mooi. En gelukkig is Beertje natuurlijk, dat weten we allemaal, weer terug. Daar ben ik echt zo blij om. Wolfje heeft honger. Oké, okay, ja. Misschien moet ik toch maar even alle dierenbakken vullen, want dadelijk loopt Wolfje ook nog weg. En daar zit ik al helemaal niet op te wachten, want dan hebben we straks weer een huisje die wegloopt. Um, maar kunnen wij nu, Wolf, of nu Beertje terug is, ja, wel een kindje proberen te maken met Monica. Kijk, gelukkig, dat is supermooi. Dan kunnen wij tenminste wel een kindje krijgen. En dan wil ik dat Bart eigenlijk eventjes weer uh, Cameron uitnodigt. Cameron, want dat ging de vorige keer niet heel lekker. Uh, dus ik hoop dat het deze keer wel beter gaat. de Vorige keer probeerde, ja, oh God, drop je, drop je. Drop je. God van het net gemaakte eten. Vleespiezen. Ja, ik snap dat je net eetdropje. Vieze poes dat je bent. Wat doe je nou? Dit vind ik echt niet nice. Kom op, stoppen. Oh, oh, oh. Stoute poes. Maar. Um, oh, ze heeft geleerd om niet meer van het mensen te e eten te eten. Oh ja, wij geven trouwens onze kat nog steeds soms eten. Um, in ieder geval, ik weet niet meer wat ik nou precies net wilde zeggen. Alleen ik hoop dat het deze keer beter gaat met Cameron. Dat we nu haar wel kunnen te fixen. Want de vorige keer hapte ze niet echt toe. En. Oh. Het gaat hier de hard aan toe en trouwens dropje heeft geleerd om niet op het aanrecht mogen te springen. Super. Nou, dan eet hij in ieder geval niet meer van het mensen eten en springt ze ook niet meer op het A-recht. Dat vind ik wel eventjes fijn. Dan kan je je kat toch nog wat aanleren, hè? Dat is toch eventjes super. Nou, het gaat er hier hard aan toe. Nederland en Monica die hebben het gewoon weer even met elkaar gedaan en ik hoop dat Monica zwanger is. Het is al zo lang niet bij mij gebeurd dat als ik een deed, dat ze niet zwanger is. Dus het zal waarschijnlijk deze keer ook wel weer goed gaan. Maar ze konden denk ik gewoon die keer niet een kit krijgen. Omdat ze gewoon te sad waren over dat beertje weggelopen. Ja, stop maar met elkaar te kittelen. We gaan het testen. In onze badkamer. Gebruiken, zwangerschapstest doen. Even kijken. Ik ben nog steeds ook heel erg trots op deze badkamer. Hoe die eruit ziet. Ik vind hem echt heel sick. Met het bad hier zo. Het toilet. En hier gewoon de, ja, de wasbak. En dan hier de douche die echt super groot is. En super handig eigenlijk. Want het zijn twee douches. Maar. Ja. Daar ga je. Daar ga je. Lekker de zwangerschapstest doen. Ik ben heel erg benieuwd of het zover is. Ja, ja, ja. En. Ja hoor, wat zei ik? Natuurlijk is ze in verwachting. Wat? Het kan ook niet anders. Het kan ook niet anders dat het niet zo is. Nou, gelukkig. Supermooi dit. Maar. Oh, we hadden natuurlijk Cameron ook uitgenodigd. Oh god. Of kwam ze wel langs? Kwam... Oh, Cameron is aan het slapen. Oh ja, het is vijf uur s'nachts. Oké, okay, ja, dan is het wel logisch. Nou, jij moet eventjes naar het toilet, dus gaan we even lekker plasje doen. We hebben trouwens maar één toilet, toch? We hebben maar één toilet in het hele huis. Dat is eigenlijk best wel heel onhandig. Want eigenlijk zijn we straks natuurlijk met vier mensen. En dan heb je misschien wel twee toiletten echt nodig. Dat is wel beter. Dus ik kan ook misschien nog gewoon een toiletje voor het huis daar aanbouwen. Als ik wil. En ik wil wel eventjes de privé-bioscoop zo uittesten hoe dat er dan uitziet als we een film gaan kijken. En dan gaat hij hier lekker zitten straks. En dan gaat zij hier ook zitten. Ook al is het nu half zes ochtends. We gaan gewoon lekker naar de bioscoop in ons eigen huis. Want dan kan dat tenminste. En in het echt zouden we nooit om half zes een film draaien. En oh. Wilt hij net naar het toilet gaan? Is, is, is het toilet kapot? Heel onhandig dit. Wow. Ja, ja. Oh, kijk. Nee, jongens. Zet de film dan aan. Zet de film dan aan. Film kijken. Ja hoor. Kijk dan. Hoe gaaf. Naar huidige zender kijken. Ja. Kom op. Oké, okay, nou we hebben volgens mij ook super mooi geluid. Eigenlijk ja, dat mis ik nog. Geluidsboxen aan de muur hier misschien. Want je hebt in de bios heb je natuurlijk altijd super dik geluid ook. Nou, hoe ziet dit eruit? Onze privébioscoop in ons eigen huis. Dit is toch nice, of niet? We hadden ook gewoon een bioscoop kunnen neerzetten. Gewoon in de buurt. Maar ik vind dit er toch wel leuker uitzien dat we het gewoon privé hebben thuis in ons huis. Ja, ja. Oh, spannende film hoor. Nou, super mooi. Wat ik in ieder geval wil doen, ik ga met Bart nu dan toch maar eventjes reizen. Dus kom maar uit. Uh, kom er maar mee op uit. Reizen. En wie we gaan meenemen, als ze natuurlijk mee wil. Cameron en Elisabeth Candy gaan we ook meenemen. We gaan ze gewoon allebei meenemen. Want als het bij Cameron niet lukt, dan moet het maar gewoon bij Elisabeth Candy hopelijk lukken. En waar wij dus naartoe gaan, is inderdaad het voetbalstadion. Want hoe ziet dit eruit? Hoe ziet dit eruit? Ik ben heel benieuwd. Zo. Jongens, we zijn er. We zijn. Oh, het ziet er heel anders uit nu. Maar. Oh, kijk hier. Ah, daar zijn de trappen. Het stadion is gewoon verkeerd geplaatst. Aha, maar wow. Dit zijn. Kijk dan, dit ziet er wel heel ziek uit hoor. Ik ga even natuurlijk aan de binnenkant kijken hoe het er dan echt uitziet. Dit zijn de business seats, denk ik. Kijk, hier, hier zit je als je zeg maar geld hebt en dat je echt de, die rijke boy bent. Oftewel, uh, ja. <laughs> Bart zit hier gewoon. Oh, maar dit is gewoon het voetbalstadion. Ik vind het heel ziek gemaakt. Dit is de bar. Je hebt hier natuurlijk de tenuutjes hangen van de spelers. Oh yo. Ik vind het er echt heel gaaf uitzien. Dit had ik best wel echt. Dit zag ik precies zo voor oog. Van oké, okay, zo moet het eruit zien. We hebben daar de de natuurlijk. We hebben nou ja, dit is het veld. Ik weet niet hoe ze de. Oh, deze strepen nou zijn gewoon gelegd natuurlijk met licht denk ik. Dan ben ik ook best wel benieuwd hoe het eruit ziet in het donker. Nou daar, dat zijn de lampen dan de masten van uh, het, het stadion. En hier hebben we. Oh, kijk, hier zitten natuurlijk de commentators. Want hier hebben ze natuurlijk hun computerschermpjes. En dan eigenlijk. Is er ook nog iets ondergronds? Is er iets ondergronds? De duck-out, zeg maar. Of de, 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 de kleedkamers? Oké, okay, nee, die niet. Ze hebben geen kleedkamers hier zo. Dus dat zou nog eigenlijk wel een leuk ding kunnen zijn. Dat je hier bijvoorbeeld ook nog een trap hebt. Naar beneden, waar je dan dus de kleedkamers nog hebt. Maar, even kijken. Ja, dat zouden we ook nog erbij kunnen maken als jullie dat willen. Maar dat moeten jullie maar achterlaten in de comments. Ik ga eventjes een sexy pose bij haar geven en de handen proberen te kussen. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga niet de handen kussen. Want dat gaat ze sowieso niet nice vinden. Oh, ze is wel in een flirterige bui. Ho, ho even, dat verandert de zaak. Ze is in een flirterige bui. Dat betekent natuurlijk wel dat zij misschien heel erg veel zin heeft. We kunnen kroelen op de bank. Oké, okay, wacht maar. Elisita moet dan wel niet hier binnenkomen. Oké, okay, gelukkig. Ja, oh god, dat vindt zij niet leuk natuurlijk Ik wilde net nog zeggen, dan moet zij hier niet binnenkomen Oké, okay, daar krijgen we sowieso een melding van Of niet, oké, okay, nee, dit zijn allemaal geesten die nog weggaan Oeh, meer keuzes, liefde Aantrekking bekennen, kijk, hij heeft nog niks gezoend met haar of iets Maar bij haar is wel het roze balkje verder dan bij haar Maar eigenlijk mag hij nog met allebei iets doen, want hij heeft met geen een van hun een relatie natuurlijk Eerste kus, ho! Dit brengt verandering in de zaak. Eerste kus. Ja, ja, ja. Dit gaat hem worden. Dit gaat hem worden. Cameron, kom op. We gaan zoenen. Liefde. <laughs> kom op, we gaan zoenen. Diep in de ogen kijken. Ja, ja. Nee, kom op. Het moet nu gebeuren. Waar is je eerste kus? In het voetbalstadion. Hartstikke romantisch. Ja, ja. Daar komt hij. Oh. Oh. Damn. Hij heeft het gewoon geflikt. Hij heeft het gedaan. Supermooi. Oh, nu staat er wel boven haar van... Oh, ik hoef hem niet te hebben of zo. Of dat zegt ze misschien tegen de Iliza. van... Nee, hey, ik hoef hem niet. Maar eigenlijk wil ze hem stiekem wel. Is hij boos? Oh, ze is niet boos. Nee, kijk, ze is niet boos. Maar, dit betekent wel dat we haar kunnen fixen gewoon. Liefde, roos aanbieden. Ja, we kunnen niet samen intrekken natuurlijk. Want, we... Monika is in verwachting van een kind... Maar anders hadden we wel gewoon samen kunnen gaan wonen al met haar. Of we moeten dat. Zo, die kont, jongen. Kijk deze kont even. Hallo. Wow, wow, wow. Wow. Mmm. Lekker. Oké, okay, sorry. Dat mag ik echt niet doen. Dit, dit kan echt niet. Mijn geest gaat ook weg, zo te zien. Oh god. Oh god. Nou, we hebben het gefixt in ieder geval. Dat is gelukt. Kunnen we het ook met haar doen? Dan gaan we gewoon met allebei zoenen. Even kijken. Oh, oei. Heel verdrietig. Erg ongemakkelijke ontmoeting. Hé, hey, wacht even. Oh, er gaat iets fout. Ik ga niet, ik moet gewoon niet met hun allebei hier praten. Nee, dit gaat fout. Ik moet weg hier, anders gaat die echt gekke ruzie ontstaan. Wacht even. Want, wat als ik nou met haar nu ga flirten? Liefde. Compliment geven over uiterlijk. Wat als ik dat nu doe? Krijgen ze dan ruzie straks? Oh, dan loopt hier random een andere man doorheen. Want het is natuurlijk een park. Kijk, bij haar gaat het veel makkelijker. Het lijkt wel alsof zij veel makkelijker toe had. Het roze bankje van haar is nu echt al zo super ver. En we kunnen nu... Oh, nee. Hij zoent gewoon met twee meisjes in een voetbalstadion. Op een zaterdagochtend. Nu is het middag. Nee. Gewoon vriendinnen van elkaar, hè? Oh. Oh, mijn god. Nee, zo kan je echt niet zijn. Zo kan je echt niet zijn. Oh! <laughs> en nu moeten we eigenlijk natuurlijk een keuze gaan maken. Hè? Wie we willen. Liefde. Handje vasthouden. Het is nu de vraag: Wilt hij met haar. liefde. En zoenen en weet ik veel wat? Of wilt hij het nu met haar? Kindje proberen te maken in struik, We kunnen de zwanger maken? Kom, dat gaan we doen. Kom, we gaan naar zwanger proberen te maken. Oh god, nee, dat kunnen we eigenlijk echt niet doen. Nee, nee, dat kunnen we echt niet. Oh, we, ga, gaan we haar serieus zwanger proberen te maken? Kindje, oh ja, vaste verkeering vragen. Nee, dat kan niet. Nee, jongens, dat kan niet. Nee, nee, nee. Kindje proberen te maken in struik met Ilicita. Nee, doe normaal. Doe normaal, hoor. Doe normaal. Oh god, ze willen het echt. Ze willen het echt. Oké, okay, er is alleen geen struik. Oh, ze kunnen er niet naartoe. Wacht even, ik ga gewoon zo'n struik plaatsen hier. Ik zeg wel, dat kan echt niet. Maar ik doe het zelf gewoon. Dus ja, weet je. <laughs> Oeps. Daar staat de struik. Nou, als je daar niet naartoe kan lopen, Kindje proberen te maken met Ili Ja, oh, en dat mag zij echt niet zien. Wow, wat is dit voor een raar persoon dan? What the fuck? Heel raar. Oké. Okay. Nee, hij gaat nu een kind met haar maken. Oh, en Cameron, is zij, is zij diep triest? Heeft ze het gezien? Ik denk dat ze wel verdrietig is. Oh, nee, ze gaan echt. Ze gaan echt. Hij maakt haar zwanger nu, gewoon. Of ja, dat weten we niet. Want we, we kunnen niet testen of zij zwanger is. Want we kunnen haar niet besturen. Dan krijgt Bart een kind. Oh, wat doe ik eigenlijk? Hij krijgt dan een kind natuurlijk. Oh, en dan, wordt, dan worden Bart en Monica. Of Nelen en Monika worden dan. opa en oma. Jongens en meiden, ik laat het hierbij. Dit is de cliffhanger van deze aflevering. Ik ga niet zien hoe het eindigt. Ik ga niet zien hoe het eindigt. Ik ga het hierbij afsluiten. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Dit was de aflevering. En ik zeg tot de volgende aflevering, waar wij gaan zien hoe het allemaal verder gaat. Want oh god, jullie wilden drama. Misschien had ik dit ingepland, maar er gaat inderdaad drama komen. Later.